Goedendag, we staan hier vandaag in Hattem, het chocoladefestival, wat eens in de twee jaar wordt gehouden. Vandaag is het voor de 8e keer. Het is gelukkig nog droog, hopen dat het vandaag droog blijft. We gaan eens even kijken en horen wat de mensen ervan vinden en natuurlijk chocolade proeven. Dus gaat u mee om toe te kijken. Goedemorgen. Ja, goedemorgen mevrouw. Wat is uw naam? Mijn naam is Frans van der Bos. En die van de Bos. Ja. En u bent stadsomroeper? Ja, ik ben stadsomroeper van die mooie gemeente Harderwijk. Je bent van de gemeente Harderwijk, maar ik kom te Hattem. Maar ik, stadsomroeper staan bekend om een volume qua stem. Ja, ja, volume. Ja. En die willen we toch wel even graag bij Loco Radio horen, hoor. Boeren, bedrijfs en buitenlui, hoi, hoi. Hans de Stadsvoller, dat is mijn roep. Ja, zonder dolle. Zwolle is de stad waar ik geboren ben en waar ik heel veel mooie gebouwen en straten en pleinen ken. Zeg dat woord! Zeg dat woord! Je hebt geen microfoon nodig. Nee, liever niet. Liever niet. Dat is voor ons altijd rare dingen. Hè, dat. Hoe doet u dit al lang? Ja, dat doe ik nu een jaar of drie, dit verhaal. Ja, mijn vrouw heeft mij altijd weggestuurd. Die zei, je maakt zoveel lawaai thuis, ga alsjeblieft buiten spelen. Dus vandaar. Ik zal het niet. Ik zal daar niet op antwoorden. Ik kan me er iets bij voorstellen. Ik bedank u voor uw tijd. En, ja, ik denk dat ik vandaag nog een vaker zal horen. Nou, je bent van harte welkom natuurlijk. Hè? Vanaf 2:30 dus hier bij ons hier op het midden op de markt. En dan zullen we er met z'n allen zijn. Zijn er 10 van die mannen die allemaal zo'n grote bek hebben, net als ik. 10 man. 10. Wij komen wel op het geluid af. U bent van harte welkom. Tot ziens. Die dames lopen rond. Nee, geen logo. Okay. Ik sta bij Dina van Bakkerij De Hoop uit Hattem en Wezep. In Hattemerbroek en Zwolle, dus jullie zitten overal. Ja, op dit moment hebben we 4 winkels. Ja. Hoeveelste keer is dat je hier staat? Dit is de 2e keer voor Bakkerij De Hoop dat we hier staan. Dus ook voor mij de 2e keer en voor Rianne ook de 2e keer. En hoe beviel het de vorige keer? Hartstikke leuk. Het is natuurlijk maar 1 keer in de 2 jaar. En het is zo speciaal dat voor 2 jaar geleden was het ook hartstikke slecht weer. Maar dan toch komen gewoon mensen. Want het is gewoon, ja, het is uniek. Het is, alles is rondom de chocola gebouwd. Dus het is gewoon fantastisch om mee te maken. En een belangrijke vraag. Goed verkocht? 2 jaar geleden was het super. Mijn baas belde om 2:30 naar Rianne toe. En die had zoiets van, wat heb je nodig? Toen zei zo... We zijn los. We zijn echt we zijn hartstikke los. Dus dat was. Als we dat gaan overtreffen, dan bouwen we vanavond een feestje. Ja, je moet het over hebben voor leuk camerawerk, voor het leuk televisiewerk. Dus ik zit hier op de kruk bij... Weer? In Hattem. In Hattem. Wat is jouw naam? Mijn naam is Manja. Jullie doen chocolade en haren vlechten. Ik offer me even op. Het raakt hem heel lekker. Hoe lang doen jullie dit? Hoe komen jullie op het idee? We zijn eigenlijk vanaf het begin, toen Adrie met het idee kwam van... ik wil een chocoladefestival hier gaan organiseren in Hattem. En toen kwam de vraag van, ik vind het heel leuk om bij deze straat wat te doen. Kun je daar wat mee? En we zijn gaan brainstormen en eigenlijk met ons idee kwam eruit chocola in je haren. We hebben het geprobeerd, natuurlijk van tevoren. En het gaf een geweldig leuk resultaat. En we zijn de eerste jaren begonnen met onze eigen modellen. En daarna kwamen de mensen vrijwillig van, we willen ook. En het wordt steeds groter en groter. En ja, het is ook heel erg leuk om te doen. Ik zie met name heel veel kinderen. En ja, met mooie lange haren. Nou, ik zou zeggen, leef je even uit op mij.
Heb ik een voorkeur? Wat is je voorkeur qua smaak? Melk, wit, puur? Gooi er maar van. Kijk maar wat je leuk vindt. We gaan een leuke Harley en Low laten zetten. Oké. Word je nou een beetje bang? Nee, tuurlijk niet. Nee. Jullie maken van tevoren spulletjes en dan wat gewoon in het haken. Wat mensen leuk vinden. We hebben een hele mooie doos. Die staat erachter. Dat heeft onze buurman speciaal voor ons gemaakt. Allemaal mooi op stokjes gezet. En voor de rest, wij zijn net 10 minuten geleden naar de machine gelopen. En uit de machine vers gehaald. Ze staan daar te draaien. Ik ruik het. Het ruikt zo lekker. Echt. We straks om op te eten. Ga je gang. Maar ik zie dus inderdaad heel veel mensen staan, dus het is heel veel kinderen. Dus het is wel iets wat men heel leuk vindt. Ik weet nog niet als ik het heel leuk ga vinden, maar dat zien we straks al het resultaat. Ga ik even handschoenen aan om? Alles voor tv. Ik zie meneer Adrie zelf ook al kijken. Meneer Adrie, kunt u misschien bijkomen? Yeah. Ja, een beetje... Ja. Nee. U bent, even voor de kijkers, u bent de organisator? Ja, samen met Hendrik Skazemier organiseren we het. Het is wel bij mij weggekomen, maar ik ken het er echt niet meer alleen van. Het wordt zo groot. En dus dat is echt mijn steun en toeverlaten. Dat ken ik ook niet zonder. Nee, want dit is al 8 jaar geleden opgezet. Hoe kwam je op het idee? Dat was in Amsterdam, was er altijd een chocoladefeest. En dat werd gehouden in het Hilton en zo. Wel op niveau, dus dan moest je ook altijd nadere prijs betalen. En daar werden we steeds gevraagd of we mee wouden doen. Maar dat duurde 3 dagen en toen waren we nog gewoon veel kleiner. Had ik 1 of 2 man personeel, maar dan kende ik de winkel niet dichtgooien om dan naar Amsterdam te gaan. Dus dat wou ik steeds niet, maar er waren er meer die dat niet wouden. Dus dat ging eigenlijk te zielen, ze konden het niet meer rondkrijgen. Toen heb ik ze gebeld, mag ik die naam van het chocoladefestival overnemen? En dan hou ik hier een leuk chocoladefeest. Zo is het eigenlijk begonnen. Had u dit verwacht, dit succes? Nee, helemaal niet. Ja, maar sowieso niet. Met alles wat we hier in hadden met me gedaan. Ik wou hier gewoon een heel klein winkeltje hebben. Dat ik mijn boterham had. En dan vond ik het goed. Van, dat is mijn ideaal gewoon. Maar we zijn nu al met 15 man. Die groeit overal uit. Het is, de mensen zijn allemaal enthousiast. Dus ze komen hier constant weer naartoe. Ja, nou ja, en jullie chocola is ook ontzettend lekker. Ik bedoel, Ken had hem op mijn duimpje. En ik kwam ook waarschijnlijk in de winkel. Ik heb je gehoord, maar het is ook heerlijke chocola. En dan zit ik hier mijn haar te laten doen. En ik zie u voorbij lopen. En denk, ja, dan moet ik even een praatje mee maken. Dus had u ooit verwacht dat de chocola in iemands haar gesmeerd zou worden? Ook niet, maar ja, de laatste jaren dat hun me ook meedoet, alles doet hier eigenlijk mee. En op de manier zoals ze dat doen, ja, nou, dat is toch prachtig. Ik geniet daar ook van. Ze staan elke keer weer ergens op de voorpagina weer. En ik vind het, als je die creaties zijn, hanenkam en ja, alles. Ze zijn nou ook met jou bezig, volgens mij ben je nog niet helemaal klaar. Nee, daar moet nog wat meer bij, denk ik. Maar dat is allemaal leuk. Maar je kent zoveel dingen met chocola. Niet alleen gewoon bonbonnetjes maken, maar echt veel meer. De ene schildert, de andere beeldhoudt, de andere knipt. Dus, en dat vind ik ook het leukste van dit festival. Alles wat er is, wil ik wel graag dat ze met chocola te maken hebben. Er zat er één tussen die niks met chocola te maken heeft, hoorde ik al. Dan ga ik straks naar hem naar kijken, maar die vragen we niet weer. Nee, dat hoort niet. Chocoladefestival moet allemaal chocola zijn. Ja, dus, dat vind ik ook. Ja. Blijft het alleen in Hattem of zegt hij van nou, ik wil op den duur ook verder? Nee, ik blijf het echt alleen hier voor Hattem doen en toch echt ook om de 2 jaar. Want we zijn er echt ook een heel jaar erg druk mee hoor. Van, we willen het echt op niveau houden en dus ook allemaal wel specialisten en zo allemaal hier naartoe halen. En dat kost gewoon heel veel tijd. En het weer, het is gelukkig nu droog. Gisteren was het even... Ik heb gisteren heel veel schietgebedjes gedaan van en constant maar op mijn telefoon kijken van hoe is het morgen. En om 1 keer kwam het erdoor. Allemaal 0-0-0-0 neerslag. Nou, toen werd ik blij. Iedereen, denk ik. Ik wens u ontzettend veel succes. Ik laat straks mijn kapsel even zien. Ja? En dan veel succes vandaag. Ik ben benieuwd hoor. Bedankt. Tot ziens. Tot ziens. Meneer, mag ik u even storen?
Ja, van de Loco uit Wezep. En we zouden even terugkomen. Jullie zijn er heel ver, zie ik. Net was er een... Hallo, zijn we weer. Ja, mogen we even vragen wat jullie hier gaan doen? We zijn de grootste chocoladeletten van Hattem aan het maken. De grootste chocoladeletten van Hattem. Is het de eerste keer dat jullie dit doen? Hier wel, ja. Jullie doen ze overal? Over meerdere chocoladefestivals hebben we dit gedaan. Dus dat, en nu zijn we in Hattem te gast. En als die af is, wat gebeurt er met de chocoladeletter? Gaan we maar stukken breken en verkopen. Zonde? Ja, maar ja, daarvoor is chocola om op te eten. Ja, dat is waar. Kun je er zelf een beetje afblijven van de chocola? Toch? Nou ja, ik zie er niet veel hoor. Dus, maar hoe is dit initiatief ontstaan? Gewoon een idee. Ja, we zijn creatief. Wij zijn chocolatiers. Dus ja, je moet wat verzinnen om de mensen plezier te doen. Dus ja. Daarvoor hebben we het verzonnen. Dus gewoon een beetje aandacht trekken met jullie chocola. En ja, lekkere aandacht bedoel ik dan natuurlijk. Ja, en wanneer is die ongeveer klaar? We gaan daar bladeren op plakken, een uurtje denk ik. Is die klaar? En dan gaan we aan stukken slaan. Okay. Kom, we straks nog even kijken. We gaan even hier vragen wat hier allemaal te doen. Heel veel te doen in Hattem. Meneer, wat bent u aan het doen? Wij zijn het drosteneffect aan het nadoen. En eigenlijk, we hebben daar het pakje liggen. Eigenlijk maken we dit pakje na. Met echte mensen, met deze mevrouw op dit moment. Dus ze hebben een pakje aan en daar komt ze met het pakje op een dienblad, dus aan, etcetera. En dat kunnen ze dan vanavond op Facebook terugvinden. Oké, mevrouw, je bent er helemaal klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Ja, en ik ben ook benieuwd of de jongeren het drosteneffect wel kennen. Want ik denk dat ze helemaal niet weten dat er een herhaaleffect in zit. Dus daar ben ik ook heel benieuwd naar. Kijk, zelf ken ik dat, maar... Wij gaan gewoon kijken. Zo dus, is het. Ga je gang. Ja. Zo, het hoedje nog even op, zo. Ja. Oké, dan komt er maar mee. We komen speciaal uit Groningen voor het chocoladefestival. Speciaal uit Groningen voor het chocoladefestival? Ja, zeker. En hoeveelste keer is dit? Eerste keer. Ja. Eerste keer. Ja, maar ik ben hier opgegroeid, dus... Ga nou voor de foto. Ja. Komt u maar. Stap je naar voren. Ja. En dan doet u net alsof u het dienblad vasthoudt. En dan draait hij een beetje in en door de knieën. Zo. Een beetje door de knieën. Ja, gaat het zo goed? Ja, dat gaat goed. Oké, nou en dan... Nog een en dan klein beetje door de knieën. En dan lachen in de camera. En een mooie lach hier in de camera, ja. Dat is oh, wat gezellig. En nog eentje. Komt-ie? Nog een keer? Nog een keer. Even een seconde hoor. Ja. Ja, de eerste is het leukste. Dus ja, goed, hartstikke goed, komt u weer terug. En dan kunt u zo dadelijk het resultaat op het scherm zien. Ja, ja. Ik zie even een heel stel leuke geklede dames. Dan ga ik even vragen wat ze hier komen doen. Dames. Wat is de volgende? Als u in de rij hoort. Hier dat is een kleurrijk erbij. Wat is hier de bedoeling van? De bedoeling is om hier gezellig in Hattem rond te flaneren. Echt flaneren. Echt flaneren. Echt flaneren. Ja, dat was onze bedoeling. En stemmen jullie dat elkaar af? Gaan jullie soms bellen van nou, dit doen we aan, leuke hoedjes. Ik zie echt van alles. Nee, dit is rood en paars. Gewoon rood en paars en paars is de basis. En waar staan die kleuren voor? We zijn lid van de Red Hat Society. En dit is de afdeling Zwolle, de Zwolse Tulpen. We komen gezellig in de Hattem buurten. En wat vinden we? Ik mag het ja, natuurlijk. Ja, dat zit wel hier en zo. Ja, ja, hoor. Maar wat vinden jullie ervan? Hartstikke leuk, gezellig. Heel verleidelijk allemaal. Maar ik heb gelukkig een beetje wijde jas aan, dus er kan een beetje chocola bij in. Ja, maar niet één. Gaan we allemaal joggingbroeken. Ja. Maar hebben jullie al geschikt van de chocola? Nee, nog niet. Nee. Eerst rondkijken en dan beginnen bespreken. Dan gaan jullie je uitleggen. Ja. Ja, ik vind het echt fantastisch als jullie eruit zien. Ja. Ik wens jullie een hele fijne dag. En misschien komen we elkaar nog tegen. Ja, het zit er wel in, want Hattem is niet zo heel fijne dag. Ja, dag. Ja. Hey, meneer, u staat hier met koffie. Jawel. Inderdaad. En naast Henk Nijhoving, we hebben buffalo melk als primeur voor hier. En buffalo melk is melk van de water buffalo. Buffel moet ik zeggen. En dat is in feite de basisgrondstof. 100% mozzarella komt van buffelmelk, waterbuffelmelk. En toen ik die mozzarella proefde in Twente bij Buffalo Farm. Twente, daar denk ik, daar moet ik wat mee gaan doen. Dus ik ben er nu een maandje mee bezig. En links en rechts krijg ik enorme leuke reacties
over de buffalo melk. Dus die wil ik jullie best zo meteen even laten proeven. Ik maak me wel nieuwsgierig hoor. Ik zie, ja, laat de macchiato staan. Daar ben ik verzot op. Dus dat mogen wij proberen gelijk. Maar van de buffel hoor ik dat nog? Die waterbuffel die ken je in principe van de rijstvelden uit Zuidoost-Azië. En in Italië gebruiken ze diezelfde buffelmelk voor de mozzarella. In de laars van, onderin de laars Salerno, daar in de buurt, daar komt de echte mozzarella vandaan. Nou is in Twente, de Buffalo Farm, heeft daar die buffels geïmporteerd. En heeft een aantal Italianen in dienst die helemaal gespecialiseerd zijn op die buffalo melk. Nou, via Vertwens in Borne, daar waar ik vandaan kom, die hebben een vers groente. Dus er zijn allerlei bedrijven en daar haal ik dus mijn buffalo melk. Ik ben heel benieuwd. Ja. Ja. Ik heb een Keniaanse koffie met Muchagara. En dat is een geweldige biologische koffie. Ja, kom zo. Ja, we gaan even zo dichterbij. Want we gaan even lekker een bak koffie proeven. Zet ik deze pas aan. De koffie die we hebben, dat is een Kenia. Dat is een kleine plantage, want daar werken we in principe mee via een speciale specialty koffiebranderij uit Limburg. Het is allemaal speciaal en exclusief en die smaken die passen perfect bij elkaar. Dus ik ga heel even buffelmelk erin doen en dan schuim ik hem even op voor je. Prima. Nou, we gaan ze even proeven. Koffie met buffelmelk. Als cappuccino. En het fantastische is, hij heeft een hoger vetpercentage dan normaal koemelk. Daarnaast zijn die vetten uitstekend tegen cholesterol. Maar dit heb ik me laten vertellen en is schijnbaar onderzocht. Ik ben geen dokter, dus ik kan me dat niet helemaal hard maken. Maar het is zo zacht, zo romig. En laat ik je maar even verrassen. Gaan we zeker doen. Bedankt alvast voor het verhaal. Hij tocht mooi. Met een hartje voor jullie. Het hart van jullie voor het Chocoladefestival. Dat is een van de echt allermooiste events van Gelderland en omstreken van Nederland. Die passie die hier... Die je straks allemaal zult vinden hier in die kraam is uniek. Maar ja, die passie straalt ook van uw gezicht al. Ja. Proef hem eerst zonder en dan doe ik er met alle plezier nog een beetje chocolade bij je. Geen wortelgeloof niet gemaakt. Nee, het is allemaal biologisch en zo. Want de jaren eerder mee moet ik achteraf gezet. Ja, nu sta ik bij meneer Nijhoving, HN Cuisine. Meneer Nijhoving, wat bent u aan het doen? Wij hebben hier een chocoladecakeje, een cakeje met chocola. Daar hebben we wat sinaasappel doorheen. En daar doen we een aklakcresje op. Dit is een nieuw kruid. Dit is van de week voor het eerst geïntroduceerd in Maastricht op de Folie Culinaire. En ja, dan krijg je dit te proeven. Op deze wijze. Hier stop ik nu dus in mijn mond. En, ja goed, ik vond het zo'n mooie smaak hebben. Het is een beetje citrusachtig. Een beetje grapefruit. Sinaasappelschil. Maar omdat wij hier op de chocolade dingen staan, dacht ik van hey, dat is een mooie combinatie. Dus ja, primeur voor de Hattem. Het smaakt inderdaad, u noemde net de ingrediënten. En inderdaad, ik proef de sinaasappel, ik proef de citroen. Ja. Hoe komt u op het idee om dat... bij de chocolade te doen. Waarom geen, ja, weet ik veel, ander soort eten? Gewoon puur bij de chocolade, zegt u, het kan overal bij gebruikt worden? Je kunt het, vooral bij desserts kun je het ook gebruiken. Er zijn een heleboel horecabedrijven die gebruiken een blaadje mint. Maar dat vind ik een beetje oudbollig en overheerst vaak. Maar dan heb je zo'n takje van dit.
Ja, dat is veel, veel intensiever, veel mooier van smaak, veel subtieler als zo'n grof blaadje mint natuurlijk. Ja, je ziet overal die thee, hè, met die grote struiken mint erin. En dan zegt hij, dan moet je eigenlijk ook eens met dit proberen. Dan zou ik het eens met dit proberen. En Gerjo, die stond, mijn buurman met de koffie, die stond ook op die beurs. En hebben we een takje van dit, hebben we in de cappuccino gedaan. Nou, voortreffelijk. Dus dat moeten mensen ook uitproberen. Dat zou uitgeprobeerd. Ja. Nou, wij gaan straks even uitproberen. Okay. Ik bedank u voor uw verhaal en veel succes vandaag. Graag gedaan, doen we. Mevrouw, mag ik u wat vragen? Ja, graag. Wat bent u allemaal aan het doen? De kinderen mogen hier chocolade schilderen en snoepen. Dat is ook heel belangrijk. Er is als basis een schilderijdoekje. Waar we mee schilderen is suikerwater. Adrie van de chocolaterie heeft liters gemaakt. En dat is de basis. Je gaat dus met een kwast en suikerwater op het schilderijdoekje. Als een soort lijm werkt dat. Dan hebben we prachtige pailletjes en hageltjes en amandeltjes en gekleurde zaadjes. Echt allerlei kleuren en smaken zijn er. Ondertussen proef je lekker van iets en dan blijft het zitten. En dat kan gewoon opgehangen worden en dat blijft gewoon goed? Ja, ik heb sommige doekjes heb ik al jaren liggen. Als voorbeeld ook steeds. Het blijft nog steeds goed. Dat is ook de kwaliteit van de chocola natuurlijk. Ook dat levert allemaal Adrie van de chocolaterie aan. Nou, de kinderen vinden het een feest. Zie je het? Heerlijk, kijk. Ja. Lekker bezig zijn. Doet u dit al lang hier op de chocolaterie in Hattem? Ja, ik ben vanaf het begin erbij geweest. Er was niemand die iets voor de kinderen deed. Het is nu voor het eerst nog iets anders. Maar dit was altijd een hele drukte van belang. De hele dag door. Meer dan 100 kinderen die de hele dag dit komen doen. Dat is echt belangrijk voor alle leeftijden. Dus super. Heel mooi. Ik wens je veel succes vandaag. Dankjewel. Succes. Ik hoor dus over actie. Mevrouw, mag ik u daar wat over vragen? Wat wil je me vragen dan? Wat bent u aan het doen? Ik ben aan het beeldhouden in chocola. In chocola, ja, kan niet missen vandaag, hè? Hoe bent u op het idee gekomen om te gaan beeldhouden in chocola? Omdat Adrie mij daarvoor heeft gevraagd. Maar we zijn altijd aan het beeldhouden in Steen en hier in Hattem. En toen vroeg Adrie of wij ook in chocola wilden gaan hakken. En is dat heel anders dan Steen? Ja, het is wel heel anders. Het is lekker zacht. Ja, en ook lekker. En ook lekker. Je kunt het lekker opeten wat er afvalt. Maar het is heel leuk om te doen. En uiteindelijk, hè, wat gaat er dan mee gebeuren? Wat bent u precies aan het doen? Ik maak het een zwart schaap met een lammetje. En als hij echt helemaal klaar is, dan komt hij in de bonbonnerie bij Adrie. In de etalage of op de plank. En dan gaat u weer wat anders, dan gaat u weer verder met Steen. Dan gaan we weer verder met Steen, ja. Want dit is maar één keer in de twee jaar. Ja, dat werkt natuurlijk ook wel anders. Kunt u er een beetje afblijven? Moeilijk hoor. Ja, afblijven bedoel met eten natuurlijk, hè. Maar het is heel leuk om uit te delen. Oh, het is 1:00. De grootste chocoladeletter van Hattem, niet wat zo. Zeggen jullie het maar. We gaan hem in elkaar slaan. Jullie gaan hem in elkaar slaan. Nou, daar willen wij heel graag getuigen van zijn. En ja, wie wil er nou niet een stukje chocoladeletter van Hattem hebben? Want, als ik zo kijk, heel veel. €1,50 per ons en €15 een kilo. Vind jij dat niet zonde? Nee. Jij hebt er ook al mee geholpen? Ja, we hebben thuis genoeg chocola. Jullie hebben thuis genoeg chocola, oké. Okay, dus je kunt... Nee, maar je vindt niet zonde om hem even in elkaar te staan zo? Nee. Nou, ik zou zeggen... We willen wel getuigen zijn. Ja, ik vind het zonde, maar... Ja.
De Hansestad. En die ga ik dan natuurlijk ook zometeen één voor één bij u afroepen. Maar het leuke is natuurlijk dat een concours gaat niet door met een hele deskundige jury. Chocoladefestival 2013 lopen ten einde. Gelukkig droog gebleven, het weer zat hartstikke mee. Ontzettend druk gehad, dus ik denk dat de organisatie een geweldige dag heeft gehad. En de bezoekers ook. En we hopen dat we u over 2 jaar weer zien. Tot dan!